Hallo! Hallo jongens, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. We, met z'n tweeën vandaag weer. Ja, inderdaad. Product update nummer 58 alweer. 58, nummer 58. Eigenlijk zou we nu in Blackpool moeten zitten, want voor de mensen die daar weten, is nu het grootste congres ter wereld, is nu bezig eigenlijk in Blackpool. Ja. Nou, ik had er eigenlijk ook willen zijn, maar... Als je iets met magie te maken hebt, is dat de place to be. Ja. Ik heb afgezegd vanwege wat dingetjes, maar dat is niet heel erg, want dat is elk jaar, dus ga ik volgend jaar gewoon weer. Dat betekent ook dat de winkel trouwens gewoon vandaag en morgen, dus zaterdag, ook gewoon open is. Dus je kunt gewoon en volgende week ook trouwens. En volgende week ook gewoon, maar dan zijn we normaal open. Precies. Dat klopt. We hebben niet massaal veel nieuwe dingen, maar we gaan jullie wel toch wel een aantal trucs laten zien die we hebben liggen. Ook wat kaartspellen nieuw zijn binnengekomen. Ja, nieuwe kaartspellen inderdaad. Daar zullen we maar eens meteen mee beginnen. Het lijkt verdacht veel op bicycles. Sterker nog. Ze komen er ook vandaan. Het zijn bicycles, maar ze hebben geen fietsende dames achterop staan. Engeltjes. Maar twee engeltjes. En geen fietsende engeltjes, maar? Geen fietsende engeltjes, maar... Vliegende engeltjes? Wat zijn het? Gewoon engeltjes. Ja, goed. Ze hebben wel vleugeltjes. Ze is er wel op vooruit gegaan de laatste jaren. Nou... Ze zeggen dat het exact dezelfde kaartstok is als Bicycle zelf. Maar ik heb het idee, en daar zit waarschijnlijk dus echt tussen mijn oren. Ja, maar ik meen dat ze dat iets ook. Dunner zijn. Dat meende ik ook, het voelt, als ik mijn ogen dicht zou doen, als een Phoenix dekje. Een klein beetje. Het voelt anders. Maar dit doosje, ik maakte het net open. En dat, nou, mij scheurt normaal nooit het doosje. Maar dit scheurde mij net gewoon in. Dus ik heb dit ook het doosje. Ik weet niet, het is heel raar, maar het officieel zeggen ze het, alles is hetzelfde, behalve de rugzijde. Uh-huh. Maar ik weet het niet. Het is gewoon officieel United States Playing Card Company, dus het zal echt wel hetzelfde zijn. Maiden Bag heet het. Ja. Blauw en rood, hè? Ja. Er zit toevallig nog een dubbel blank erbij bij het rode dek. Uh-huh. Ik weet niet of dat in het... Ja, blauw ook. Ja. Oké. Okay. Maar dat is het enige, als het hier niet Maiden op zou staan... Dan had je, als je Riderback had gestaan, dan had je niet het verschil gezien. Alleen in de achterkant, zeg maar. Ja, en ik denk dat mensen die het weten, ook niet eens zouden zien dat dit geen normale Bicycle Riderback is. Nee. Bij Mandolin heb ik dat wel. Dan zie je dat. Ja, dat is iets anders. Ja, dat klopt. Dat snap ik. Dat snap ik. Ook hele mooie trouwens. Verder is het er niet zoveel over te vertellen. Hier kun je natuurlijk je allergaafste kaarttrucs gewoon mee doen ook. Dus zo kunnen we makkelijk over in het tweede effect wat we willen laten zien ook. Daar gebruik ik dus gewoon dit kaartspel voor. Oké. Okay. Je mag de kaart eerst even schudden. Ik mag de kaart schudden. Ja, dat is mooi. Oké. Okay. Ik ben echt heel goed in schudden. Zo eerlijk ben ik wel. Ik ga lekker grof schudden. Doe maar. Ja. Grof. Overigens zitten wij nu op te nemen met de winkeldeur open. Carnavalseizoen, dus het kan hier dat is morgens vroeg nog, maar dat er mensen voor schmink binnenkomen. Ja. Dus als je een keer een knip ziet, nou, zal het geweest zijn dat de klanten zijn binnengewandeld en we een stukje over moeten doen, dan weet je dat vast. Ja, precies. Ik heb de kaart geschud. Kaart geschud, ja. Oké. Okay. Dan halen we maar een stapeltje af. Heel goed, en dan leg je die daar weer bovenop. Couperen heet dat, ja. En dan kijk je naar de bovenste kaart. Ik zal de andere kant op kijken. Heb je hem gezien? Ja. Heel goed. Dan zullen we het nog eventjes verder afmaken. Hoe ga ik dit doen? Oké. Okay. Ik weet niet wat je plan is. Nou, ik heb namelijk iets speciaals meegenomen. Oh. En je zult zeggen, ja, wat heb je dan bij? Nou, dat ga ik je laten zien. Een lamp. Mm-hmm. En die komt bij mij uit het nachtkastje. Okay. Of de lamp bij de boven. Ja, je hebt hier een licht nachtkastje. Ja, precies. En deze lamp kan energie voelen. Oh. Dus kun jij van je linkerhand jouw vinger zo eens uitsteken? Ja. Kijk, want met deze hand heb je elkaar net aangeraakt, hè? Ja. Ja, dat klopt. Kijk dan. Ja. Magische vinger heb ik. Exact. En nou is hij dus statisch geladen. En als hij hier in een van die pakjes dezelfde vibratie voelt als bij jou in je vinger,
Ja? Ja. Oh, je zet een vibratie mee. Dan, ja. Kan ik iemand blijven? In principe krijgen? Wel, want alles is moleculen en zo. Ja. Dan zou die dus op moeten lichten. Oké. Okay. We gaan eens kijken. Hier gebeurt niks. Ja, oké. Okay. Hier ligt hij. Die schuiven een klein beetje naar voren, zoals bij deze kijken. Gebeurt ook niks. Dus we zullen eens kijken naar deze. Welke kaart je hebt gekozen? Ruiter 10. De Ruiter 10. Nou. Kijk eens aan. Ruiter 10. Oké. Okay. Heeft verder niks met de stokkaart te maken, maar alles met de lamp, die alles op energie doet. Mm-hmm. Ik word ooit verdacht dat we dingen verbergen. Dus om te laten zien dat ik het lampje zelf niet aan hoef te raken. Om het te laten branden, kan ik hem hier in de doek leggen. Zo. En eigenlijk hoef je nou alleen je energie er maar op te projecteren. Ik? Of wat? Nee. Ja, ja. Oh. Ja. Ik zal hem nu okay. Eentje vasthouden. Ja. Doe het alle twee tegelijk. 1. Ja. 2. Doe het. Oké. Okay. Je kan hem zelfs uitblazen als je wil. Nou. Oké. Okay. Het valt helemaal te onderzoeken. Je mag het vasthouden. Oké. Okay. En dit is een kleine versie van de Dynamite Ultralight die we al hadden. Helemaal exclusief product. Ja. Voor bij ons. Ja. Bij ons. Ja, 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 helemaal ja. Voor ons gemaakt. Speciaal voor ons. Ja. Dus we hadden al een grotere versie die kapot kan vallen. Want ja, het blijft glas. Natuurlijk glas. En dit is kunststof. Ja. Dus Het is minder breekbaar. Je moet er niet mee overgooien, laat ik het zo zeggen. Maar hij is niet gemaakt om te vallen ook. Maar nee. Hij zal niet zo snel stuk vallen als hij een keer valt. Klopt, dat is het. Klopt, dat is klopt, het. Klopt. Je krijgt er ook nog een aantal spulletjes bij, want de lamp moet opgeladen worden. Ja. 4 USB. Oké, okay. Nou, iedereen heeft wel een USB aansluiting tegenwoordig. Ja. Er zit ook nog een band bij. Ja, voor een handsfree bediening. Maar je zag in principe, je kan echt met, Als je alleen bent, ook al zeker bij, je hoeft niet met twee te zijn voor de drukken, als je alleen bent kun je het gewoon compleet handsfree bedienen. Ja. Dat is het. Kijk, klopt. Qua afstand is het afhankelijk van hoe je voor de bediening kiest, kun je de lamp verder af of dichterbij laten branden. Mm-hmm. In principe kan die echt wel een aantal meter, maar dat ligt er even aan hoe je... Hoe je situatie is. Dat kan je beter uitleggen als je er echt interesse hebt, als je dat mij persoonlijk even vraagt. Ja, precies. Dan kan ik die hier meteen verklappen. Nee. En voor de rest, de allernieuwste type lipo-batterijen zitten erin. Ze zijn echt mini-batterijen, maar super sterk. Je ziet ook dat die echt heel fel is, de lamp. Mm-hmm. Nieuwste generatie LED's. En het wordt inderdaad voor ons gemaakt. Niet in China, niet in Korea, die landen. Het wordt echt hier in Europa voor ons gemaakt. Exclusief. Ja. Ik vind het een cool dingetje. En het is natuurlijk ook kleiner dan die glazen. Dus... Het past gewoon in je zak. Mm-hmm. En voor een mooie prijs. Voor een mooie prijs? Ja, €245. Ruim €100 goedkoper dan die andere. Dan de glazen. Op de video die je erbij krijgt, video-instructies, leren we je ook hoe je de lamp kunt schroeven uit een staande lamp. Dan de trucs mee kunnen doen. Daarna schroef je ook weer terug naar... Ja. Dan maak je het helemaal af. Ja, maak het helemaal af. Dan is alles... Dan klopt alles. Ja, dat klopt alles. Ja. Dus dat is... De Ultralight, ja, Ultralight ik vind het super vet. Ja, en ik hoop jullie ook. Dus ook. Nou, mocht je nog een vraag over hebben, dan kun je dat altijd hieronder doen of mailen. Dus de Ultralight. Alright. Ultralight. Heb jij wel eens dat je... Stomme vraag, iedereen heeft het wel eens. Dat je geld tekort komt. Tuurlijk, ja, ik heb aan het eind van de maand een stukje... Nee, aan het eind van mijn geld een stukje maand over altijd. ja, oké. Okay. Nou, stel voor dat je €10 hebt. Ja. En je vouwt €10 eenmaal dubbel, zeg maar. Mm-hmm. Ongeveer leeg. Je vouwt €10 nog een keer dubbel. Mm-hmm. En je vouwt €10 nog een keer dubbel. Dan heb je plotseling €20. En als je €20 hebt, dus op zich vreemd. En je vouwt die €20 open, dan heb je dus plotseling echt
20 euro. Nou, het mooie van dit 20 euro is dat je die 20 euro dan, je kunt niet laten uit handen geven. Je kunt natuurlijk in je zak steken en zeggen, nou, en zo maak ik dus geld. En als iemand zegt, oh, mag ik het even zien? Dan kun je altijd nog een andere 20 euro pakken. Je kunt het niet laten onderzoeken. Maar het is een zeer visuele methode om van 10 euro, zeg maar, 20 euro te maken. Wat je krijgt is, dit is de Money Switch verpakking. Met daarin een instructievideo en dan denk je, oh nee, je moet hem knutselen. Nou, dat moet je even doen. Dat is niet ingewikkeld. Er zitten een heleboel extra's bij, zodat je geen bankbiljetten hoeft stuk te maken. Het kost je. Je gebruikt de twee bankbiljetten en die kun je altijd weer uitgeven als je de gimmick weer losmaakt. Rubber cement nodig? Ik heb het rubber cement gedaan. Ze gebruiken lijm, maar ik heb juist om die reden rubber cement gebruiken dat we het uit elkaar kunnen halen weer. Ja. Dat zou ik persoonlijk gebruiken. Het rubber cement is lijm die je tweezijdig aanbrengt of eenzijdig. Je kunt het op elkaar plakken, maar je kunt het altijd weer loshalen en de lijmresten eraf wrijven. En dan kun je het, de voorwerpen die je gebruikt hebt opnieuw gebruiken. Ja. Het is gewoon een lijm, als je het lostrekt, twee biljetten op elkaar volgen, dan kun je het eens meer gebruiken waarschijnlijk. Nee, scheuren. Klopt. Dus het kost je twee bankbiljetten. Ja, en als je dit bestelt en je hebt geen rubber cement, ik zou er een rubber cement bij bestellen. En dan maak je de gimmick eigenlijk in korte tijd. Waarom is die gimmick nog niet kant en klaar? Omdat deze wereldwijd gebruik is. Er zitten ook hulpmiddeltjes bij voor alle landen, voor allerlei soorten biljetten. Ja. Michael Chatelain weet natuurlijk niet of jij 10 euro, 20 euro, 50 euro, welke biljetten dat je gaat gebruiken. Je kan van dollar naar euro, van euro naar euro, van papier naar geld, ongelimiteerd. Dus het is eigen keuze. Preparatie van de gimmick is, ik denk als je de filmpje opzet, 10 minuutjes en heb je een klaar, eenmalige preparatie. Ja. Stop je in je portemonnee en je hebt altijd een coole truc. Zeker weten. Dus de Money Switch van Michael Chatelain voor 24,95 euro. Strakke prijs op. Zeker. Gewoon een leuk ding. Zeker. Ja. Geld blijft altijd voor mensen een interessant iets. Toch? Ja. Het is altijd aantrekkelijk. Nou, hebben we nog iets heel super gaafs binnengekregen. Had je de prijs er al genoemd van die Money Switch? Ja, 24,95. Oh, oké. Dus, 24,95. Hey, dat is wel een bicycle spel. Kijk, ik kan het vergelijk even maken. Wacht even, kijk. Riderback, Maidenback. Dat is het enige. Als je echt het verschil wil zien, het is minimaal. Het zit hem echt. Oh nee, hier ook, kijk. Die zit ook anders. Ja. Dus het is toch wel meer. Ja, hier ook eigenlijk. Eigenlijk is de hartje omgekeerd ook. Het is meer verschillen dan ik dacht. Ja, dat had ik zo niet gezegd, eerste oog. Voor de rest is het echt. Oké, sorry voor de onderbreking. Maar ja. Zeg. Ik heb hier een doosje. Dat zie ik. En in dit doosje zit een voorspelling. Mm-hmm. Ja, oké. En die ga ik je nog niet laten zien, anders dan is het geen voorspelling meer. Snap ik. Een stok kaarten, met allemaal verschillend. Mm-hmm. Ze zijn misschien niet helemaal compleet, maar soms geef ik ook de kaarten weg. Zo ben ik. Ja, gewoon van mijn handtekening erop dat eruit gaat. Okay. En meestal kiezen mensen zo een kaart, ja. Maar wij gaan het vandaag anders doen. Oh. Je mag het hele stok kaarten vasthouden en één voor één leg je van bovenaf een kaart dicht neer, met het gezicht naar beneden. Zeker? Mijn gezicht naar beneden? Ja, oké. Okay. Doe maar wat jij wil, doe maar gezicht naar boven dan. Oké, dat is toch leuk, hè? Dan kan ik kiezen. Ja, en je mag stoppen waar je wil. Ik stop hier. Hier? Ja. Oké. Okay. Je had ook hier kunnen stoppen. Maar jij stopt hier. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Er zit hier één voorspellingje in dit doosje. Mm-hmm. Ja, mag ik hem eruit halen? Ja. Ruiter 10. Ja, voor de rest is dit doosje helemaal leeg. Ja, ik zal even voor de mensen. Ja, ver. Nou, jongens. Sorry. Dit is. De gift. Inderdaad, een cadeautje in het voorspellingsgenre. Dit is de basisroutine. Ja, ik kan natuurlijk verder. Precies, kijk, dit is dan weer met kaarten gedaan natuurlijk. En dat is niet echt vet origineel.
Want je hebt, ik weet niet of... ik weet niet of ik te veel verklap. Dat weet ik niet, maar ik weet niet wat je wil gaan zeggen namelijk. Ja, precies. Nou, ik wil zeggen iets met, stel voor dat jij niet eruit de 10 gekozen hebt. Oh ja, dat maakt niet uit. In principe had ik ook verder kunnen gaan, had een andere kaart kunnen zijn. En dan was het ook uitgekomen. Ja. Dus je voorspelling, die voor de toeschouwer, die ervan uitgaat dat je voorspelling vast staat die erin zet, ja, staat misschien niet zo vast als dat de mensen zouden denken. Nee, precies. Dat betekent dat je je voorspelling kan aanpassen aan de situatie en niet andersom. Toch? Ja. Dat zeg ik toch goed? Dat klopt, dat klopt. Want dus het betekent, er zijn grenzen, maar oké, okay, ja. Het betekent dat dus, als jij op een andere plek gestopt was, ja, had ik niet eerst iets anders stiekems moeten doen voordat jij de voorspelling eruit kon halen. Dan was het exact hetzelfde. Ja, dan had je ook het doosje gepakt en had je gezegd, ik heb hier een voorspelling. Ja. En dan had je ook gemaakt, exact. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Dat duidelijk is. Ja, dat je niet zegt, oké. Okay. Ja, precies. Nee, dat hoeft helemaal niet. Het is self-contained, zoals ze noemen. Je krijgt de gift kant en klaar in zoverre dat de voorspelling een, de haakjes, die je eventueel gebruiken, die moet je nog even schrijven. Want je weet natuurlijk, ja, ze weten niet wat jij gaat doen, welke taal, of je het wil schrijven, harten 10, of ruiten of 10, of klaver 4, weet ik veel. Dus dat is gewoon naar keuze. Is de truc moeilijk? Nee. Moet je er even mee spelen van tevoren? Zou ik wel even doen, dat je wel met geld voor elke truc duurt even handig. Dat is met alles, dat is met alles. Ja. En nou, ja, ze zijn super, super, super snel gegaan, want de eerste lading was eindelijk nog niet binnen en die staat al meteen weer klaar om verzonden te worden. Ja, allemaal weg. Maar we vonden hem zo gaaf dat we jullie hem zeker willen laten zien. Ik heb ook een paar mensen gesproken die gevraagd hebben, Mark, waar is die gift? Dus nou, dit is het. Het was voor een hele scherpe prijs aangeboden. Ja. Want normaal is hij... Ja, als, ja, in principe zou de prijs ergens rond de €125 liggen. Maar we hebben deze echt heel strak, zeg maar. Echt heel strak. En er zit deze €109,95. En we hebben ook de zwarte versie. Mm-hmm. En die is €79,95. Dus dat is echt een strak prijs. Ik kan hem even laten zien, die zwarte versie. Je krijgt hem in dit doosje. Dit is niet het zwarte doosje, maar die zit hij ook in. En dan moet ik even zorgen dat ik zeg maar deze kant niet laat zien, zo. Ja, waarom? Omdat daar de instructielink op staat. Dat is even belangrijk. Ja. Dit is het zwarte doosje. Zelfde truc. Precies hetzelfde. Exact hetzelfde. De binnenkant. Ja. Kijk, heb je dat meer? Ja, ja. Van deze. Ja, ja. Je voorspellings. Voorspellingen, papiertjes, ja, kun je wel een keer papiertjes gebruiken, maar zit erbij. Ja. En je hebt het spelkaarten. Speciaal kaartspel. Dit is dan grijs. En de gouden is goud van buiten en goud van binnen. Ja. Ja, geel is goud. Ja. Dus ja. Voor ieder wat wils. Mooi ding. Compleet met instructies. Ja. Online instructies. Al is het niet zo moeilijk hoor, maar... Oké, de gift. Ja, de prijs hadden we al genoemd. Ja. Een keer 109 voor deze, 109,95 en 79,95 voor de zwarte. Goed, meteen. En nu bestellen is waarschijnlijk ergens in maart, hopen we, leveren. Want ze hebben nog niet exact de datum kunnen noemen, maar het zal ergens in maart worden, denk ik. Maar, als je hem dus in maart gaat bestellen... Kan het later worden, ja. Nou, maar dan is de prijs ook anders. Dat kan, ja. Die kans is groot. Waarschijnlijk. Dus. Sla je slag. Inderdaad. Oh. Heb jij nog iets fantastisch? Nou, zeker. Ik heb hier een nieuw spel. Deck One Industrial Edition. Nou, het ziet er wel stoer uit. Het doosje ook een beetje zo'n 3D embossing doosje. Ja. Ik ga er even afhalen, maakt niet veel mooier. Het is alleen al gaaf. Mooi, hè? Heeft hij ook zo die tandwielen? Of? Nee, dat niet. Het is echt gewoon... het is gewoon een leuk spel. Ik ben zelf niet van de kaarten, laat ik erbij zeggen. Maar ik ben geen verzamelaar van kaarten of zo. Maar ik vind het dan...
wel mooi. Ik vind het doosje ook zeker gaaf. Kijk, en de kaarten zelf. Dit is de aas, overigens. De aas, precies. Ja, ik ben een beetje... Kijk, je aas, je hebt een dubbelbekker erbij. Dit zijn die koerkaart, is wel mooi. Joker. Ja, is ook. Ja. Voor vraag. Nee, maar ja, is ook. Nou. Ligt aan mij? Oh nee, het zit hier gewoon een beetje door elkaar. Oké. Okay. Deck 1 Industrial Edition is dit. Oké, okay, nou. Voor de kaartliefhebbers. Druk voor wat lekker. Ja. 12,95. We hebben nog eentje, mag jij die doen? Mijn stoel die kraakt hier. Soms zeg ik, wat hoor ik voor raar geluiden, maar het is mijn stoel die raar geluiden. Oh, dat is de stoel. Ja, dat is de stoel, ja. Of toen denk ik, nou, is dat camera door wat ik hier hoor, dan krijgen we verkeerde gedachten. Maar het is eigenlijk een kijk. Maakt een vreemd geluid. Het Crown Deck. Wauw. Ja, na de groene versie en de blauwe versie is er nu de zwarte versie. Ook weer aangepast. Het is geen bicycle. Hij kijkt een beetje hip. ja. Zo met het dakface. Ja, precies, ja. Achterkantje. Dubbelbekker ook. Ja, en een blanco. Ja, mooi. Ja. Daar werken al je trucs ook mee. Ground Deck Black. Ja, netjes. Kost. Kan hij ook... Doet hij ook. Ja. Ja, 12. Nee, deze is 7,49. Oh. Dus dat is een betere prijs. Right. Crown Deck. Van de Blue Crown. Ja. Dan iets totaal anders. Dit kregen we gisteravond dan ook. Of gisteravond binnen. Ik heb er gisteravond even naar gekeken. Het is een doosje en in dat doosje zit een kleine dobbelsteen. Nou, die dobbelsteen, schattig is het. Die dobbelsteen, van Katerwijk maakt trouwens. Ja. Die dobbelsteen, die kun je in dit doosje stoppen. Zo, stop je in het doosje. Mm-hmm. En dan kun je die dobbelsteen een soort van betoveren. Dat gaat als volgt, je doet bijvoorbeeld dit. En door het vuur wat hij krijgt, zeg maar, ik ga de dobbelsteen even uithalen. Kan die dobbelsteen iets heel speciaals? Is die in staat om iets totaal anders? Ik zal even bijvoorbeeld hier op een kaart leggen, op deze manier. Kan die dobbelsteen hele gekke dingen? Stel voor dat je deze kaart, zeg maar zo, met die dobbelsteen heel voorzichtig op een glas legt. Mm-hmm. Zo, voor alle eerlijkheid even, kijk, ik kan het duidelijk zien ook. Ja, ik niks raars. En als je nu op de dobbelsteen slaat, zeg maar zo, op deze manier, dan gaat die eigenlijk door de kaart heen. Uiteraard is je kaart gewoon massief, een normale kaart. Zie je, en dan dringt hij er doorheen. Dat is een beetje het idee. Nou, dit hele naam staat op Dice Cube. Nou, er zitten meer mogelijkheden met... Ja, probeer het gerust even. Nou, alleen al interessant vind ik persoonlijk het mechanisme. Het ontstekingsmechanisme wat erin zit is een doodsimpel systeempje. Maar daardoor denk je wel, goh, waarom heb ik ooit hele dure dingen gekocht als je zo ook iets kunt ontsteken? Toch eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk schandalig. Kijk, ja, schandalig. Het is ook basic. En je betaalt ook voor basic. Maar het hoeft niet moeilijker te zijn natuurlijk. Nee. Werkt op een AA-batterij. Aha. Een AA-batterij. Werkt in gloeidraadjes. Gloeidraadjes gaan 50 keer mee ongeveer. Zet er 4 bij. En dan kun je gewoon los gloeidraadje kopen om het te vervangen. Het doosje is van karton. Ik spiek nu even. We hebben het enkel laten branden. Ja, je krijgt natuurlijk wel een soort van aanslag, noem ik het even, een goed aanslag in je doosje. Ja, dus ik denk dat na 200 keer dat je denkt, laat ik ook maar een nieuw doosje mee kopen. Ja, je krijgt het helemaal compleet. Behalve speel... Nee, er zit ook een kaartlijst volgens mij zelf. Of spiek een doosje, er staat nog iets bij, maar ik had dat niet bekeken wat het was. Oh nee, dat is een kaart, daar zitten de gloeidraadjes op. Oh ja. Dus je krijgt dobbelsteen. Nen. Er zitten er meerdere bij. Kun je hem nog laten onderzoeken of wat dan ook. Alhoewel, deze kun je in principe ook laten onderzoeken. Maar het speciale doosje met de ontsteking. Je moet alleen zelf zorgen voor je AAA-batterijtje. AAA, drie keer A. En er zit een link bij naar een online instructievideo waarop de zeer enthousiaste G-Sparks jou zijn truc uitlegt. Moeilijkheidsgraad, niet veel. Oh ja, voor de ontsteking zelf gebruiken wij flashwatten met een beetje sparklepowder erop.
Je kan ook alleen fles watten gebruiken, krijg je vlam. Je kan ook fles watten gebruiken met een stukje sparkelpeper. Dus sparkelflespapier met vonkjes, dan krijg je een beetje vonken. Maar in ieder geval zou ik watten gebruiken voor de ontsteking. Watten? Ja, watten. Watten voor de ontsteking. Als je daar papier op legt, ontsteken de watten het papier, want het gaat sneller namelijk. Ja. Dus de Flash Dice Cube voor de prijs van 37,50 euro. Excuseer. Ja, dat was deze. Oké. Ja, deze even weg. Hebben we nog één effect. Daarvoor gaan we nu even een knipje maken. Ja. Want die moeten we nog even pakken. Ik vind het heel raar, dus die zien we zo meteen. Zijn we weer? Ja, we moesten even. Paar uur later, we pakken een paar uur later. Ja, ja, ja. Draag jij toevallig een ring? Nee. Nee. Ik heb er wel één. Dat hebben we al vaker gebruikt voor allerlei trucs. Dit is mijn trouwring. Daar heb ik er geen twee van, geen drie, geen vier. Dit is maar eentje. Geen duplicaten ook. Het is wat het is. Claudia heeft er ook zo een. Ik heb ook helemaal een kleine. Dus die zou je dan kunnen gebruiken, maar dan zou het opvallen. Ik bedoel, deze past echt keurig op mijn vinger, zeg maar. Nou, stel voor dat je die ring onder de doek zou stoppen. Er zijn heel veel mensen die twijfelen of dat echt zo is, maar hij zit echt voor mezelf. Hou hem ook vast. Heb je hem? Ja. Hou hem vast. Hij zit echt onder de doek. Nou, dan heb ik hier een klein zakje, zeg maar. Ik ga even pakken, zo. Dat is dit. Een klein zakje. Zet ik even hier neer. Til hem iets hoger op. Want het mooie is namelijk, als je je vingers knipt en je trekt aan de punten van de doek, mag je de ring loslaten. We hebben niet meer ruimte, dus even zo. Is die ring spoorloos verdwenen. Weg. Maar, hier in het zakje, je hoort wel knisperen, zit namelijk, nog mijn handen verder leeg, nog een zakje. Ja. Als ik laat zien wat erin zit. Want daarin zit namelijk een groot blok ijs. Nou weet ik niet of je het kunt zien, weet je op de camera ook. Even kijken hoor, of je een beetje kunt zien, maar er zit. Er zit een ring in. Nou, het enige nadeel is, we maken het zakje even goed dicht. Zo, dat wordt een knoeibol namelijk. Dat is wel heel bijzonder hoor. Je mag zelf even met de hamer de blok stuk staan. Kijk even op mijn ring, die zit er namelijk in, als het goed is. Nou, we staan al verder een stuk. Top. En je ziet, er zit echt in het blok. Zit daar. Mijn compleet gebogen, nee hoor. Mijn ring. Het is exact dezelfde ring. Dit is wel super vet hoor. Is dat trouwens met deze vinger? Zie. Zo. Dit gaat. Nou, dit kan natuurlijk ook met een hoekje van een gekozen kaart die gesigneerd is. Dit kan met een munt. Dit kan met allerlei voorwerpen. Dit is Ice Cube. Nou, je vroeg je misschien af waarom waren ze even gestopt met de opnames. Daarom. Je hebt een ijsblok nodig. Ja. En we besloten op het laatste moment, god, die doen we er toch even, die willen we toch laten zien in de update. Maar ja, toen moesten we af en nog een ijsblok maken. Dat konden we niet even maken voordat we begonnen. Dus we hebben even tijdens de update hebben dat laten invriezen, zeg maar. Ja, en het systeem stelt je in staat om het ijs te vervoeren. Dus je maakt de blokken. Die kun je. Dus je leert op de online instructievideo hoe je ijs lang goed kunt houden, zo'n blok, bij je kunt dragen, meerdere blokken. Dus vervoeren van A naar B, van thuis naar het optreden. Ja. Maar ook hoe je het ijs in je zak nog zo lang mogelijk goed kunt houden, tot het moment dat je het nodig hebt en het voorwerp erin laat. Want je laat het voorwerp in het ijsblok. Ondanks dat je het toch eigenlijk kunt laten zien aan alle kanten. Ja, dat is Ice Cube. Voorheen had Kieran Johnson, die heeft vorig jaar een lezing hier gegeven, had hij een versie met een... heel leuk ook. Ja, ook volgens mij een klein ijsblokje. Maar voorheen had hij ook een hele grote meerdere gehad met die kaart erin. Ja, nee, hij heeft ook gewoon... dat je gewoon vanuit een flashpaper naar een blok ijs gaat. Precies, ja, dat. Ja. En dit is nu de complete versie. Je krijgt eigenlijk alles wat je nodig hebt, behalve de hamer. En een mogelijke coolbox of een coolpack of iets om het echt in je auto te vervoeren. Je krijgt wel hier de dingetjes om het in je zak goed te houden.
Maar echt als je zegt, ik woon in Amsterdam en ik ga naar Maastricht rijden. Ja, dan moet je dat blok ijs echt wel echt met een koelbak of een koelbox vervoeren. Ja, je had het hier toen ook in een, weet zo'n fles? Thermoskan. Ja, thermoskan. Ja, thermoskan. Ja. Ja, dat kan ook. Ja, de koelfles, ja, de, ja, ja, ja. Daar heeft hij het ook over in zijn video. Oh, ja. Dus anderhalf uur video-instructies. Het maken van het ijsblok, het duurt ongeveer 3 uur in totaal. Maar als je een ijsblok klaar hebt, zeg maar, je krijgt de gimmicks om 1 blok tegelijkertijd te maken. Ja, als je een dagje ijsblokjes maakt, laat ik het zo zeggen, heb je er op een dag zo'n 4 of 5 gemaakt. En die, als je helemaal klaar bent, kun je ze gewoon bewaren totdat je ze nodig hebt. Dus als je een keer een dagje ijsblokken maakt, kun je een aantal keren vooruit. Ja, ik vind het echt een super vette truc. Het is weer zo anders als in een doosje. Ja, weet je, op het moment dat je kijkt dat je in een doosje zegt, maar ja, dat heb je op het laatste moment erin gestopt. Ja, maar in een ijsblok. daar kan geen klepje aan zitten, geen dubbele bodem. Het is gewoon helemaal massief ijs. Ja. Dat maakt het nog wel wat bijzonderder. Ja. Bijzonderder. Ik weet niet of dat een woord is, maar... ja, dat is een woord. Bijzonderder. Ja. Dan hebben we nog de 4 maanden lezing van Christophe Borer. Man die van alles maakte thuis is, hebben we ook eerdere updates al verteld. Als je erbij wil zijn, uiteraard heel erg leuk. Ja. Is om 2 uur 's middags op zaterdag. Dat betekent dat de winkel dan ook in principe sluit. En dat wil zeggen, je kan niet meer binnenwandelen om dingen te kopen. Omdat we dan hier volop midden in de winkel met de lezing bezig zijn. En dat zou een beetje chaotisch worden. Dus de winkel is open van 10 uur 's morgens en die sluit zeg maar om 2 uur. Dat wil zeggen, de lezing begint dan hier in de winkel. Ja. Dat is een beetje verwarrend misschien, maar het duurt dan ik denk tot 4 uur, 4:30. Oké. Okay. Dan zijn we, dit was trouwens de laatste update voor Mark, dus een beetje raar om... Ja, klopt. Ja. Dit is de laatste update en dat betekent ook dat ik niet meer werkzaam ben in de winkel hier. Ja. En, volgende week is je laatste week. Volgende week is mijn laatste week, dus als je het nog een keer leuk leek om mij hier in de winkel te ontmoeten, dan moet je volgende week dinsdag of vrijdag, langskomen. Ja. Want dan ben ik hier nog, want daarna ga ik me volledig concentreren op mijn eigen optredens en alles wat Mark Morelli, de beste goochelaar van Nederland, moet maken. Kijk even op markmorelli.com. Kijk, hij zat hier onder ook even in beeld. Kijk, we gaan Mark natuurlijk blijven volgen. Ja, dus als je nog meer van mij wilt weten, als je even op mijn website kijkt, daar vind je in principe alles op. Via daar kun je ook naar mijn kanalen toe. Hier via echt afscheid, weet je wel. Ik ben hier niet meer echt zelf voor te werken. Ja, maar hij is niet meer op de werkdagen hier. Maar, we gaan zeker nog contact houden dat we in de toekomst ook dingetje voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Dus ik dank jullie hartelijk voor de fantastische tijd die ik hier heb gehad. Ik heb hier 2 jaar met heel veel plezier gewerkt. Ik heb heel veel dingen mogen leren. Hartstikke leuke mensen tegengekomen. Mee mogen denken met updates gemaakt. Lezingen mee georganiseerd. Het was, fantastisch. En ik hoop jullie allemaal nog een keer te zien. Maar dan in het theater. Ja, als jij op het podium staat. Als ik op het podium sta, ja. Ja. En dat gaat wel een keer gebeuren. Dus... Ja, in deze update bedanken we even voor de video. Mark bedank ik volgende week wel, als hij echt de laatste dag hier is. Maar in de video bedank ik Mark ook. Want, ja, dat is gewoon een toffe kerel. En dat is gewoon zo. Ja, het is ook zo, als je een update niet ziet, of niet zit bedoel ik, krijgen we ook de vraag, waar ben je? Waar is Mark? Ja. Komt Mark nog terug? Dus je bent niet de enige die dat bent. Dus het is jammer, maar het is goed. Ja, soms het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja, en, dat is ook zo. Ik heb wel het vertrouwen dat ik ook daar mijn zaken omhoog kan dat tillen. Dat het goed komt. Oké. Okay. Dus, jongens, nogmaals hartelijk bedankt. Wij zeggen, ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. Mark ook, maar dat is dan niet in de update. Ja, precies. Tot ooit. Goedjes. Hoi. Dag. Tot ooit. Hoi.